boys, welkom bij deze nieuwe vlog. Zoals jullie zien start ik mijn vlog vanuit bad. En ja, dat is eigenlijk gewoon omdat ik me snel moet douchen voordat ik naar mijn werk ga. Vandaag moet ik terug een hele dag werken, maar even heel random. Ik stond gisteren even op de weegschaal en ik zag dat ik gewoon bijna fucking 97 kilo. Gewoon bijna 97 kilo. Zo zwaar heb ik nog nooit gewogen. Maar ja, dat komt omdat ik, zoals jullie zien in de vlogs, gewoon bijna elke dag McDonald's of frieten eet. Dus vandaag is maandag, nieuwe week. Ik ga me even herpakken. Ik ga even geen of één keer in de week gewoon iets slecht eten. En voor de rest ga ik gewoon proberen elke dag te sporten. Dus komt er wel weer elke dag fitness content in de vlogs. Maar de zomer is er ook bijna. Ik wil gewoon even een klein ijsputje naar de zomer. Zodat ik toch ietsje droger ben. Want nu sta ik totaal niet droog. En voel ik mij ook niet echt goed of zo in mijn vel. Allee, ik bedoel, ik voel me niet slecht of zo. Maar ik weet dat ik gewoon veel beter, veel droger of zo kan zijn. Maar dat even gezegd hebben, jullie weten nu ook dat ik even iets droger wil gaan. Dat ik ook gewoon meer ga sporten. Dat ik ook iets gezonder ga proberen eten. Ik bedoel, ik kan geen dieet of zoiets volgen of geen bepaalde dingen eten. Ik kan dat niet, dat mislukt sowieso. Ik heb dat één keer iets van een week volgehouden en dat was het. Maar het komt erop neer dat ik gewoon vaster slaap wil, dat ik gewoon betere voeding wil en dat ik meer wil sporten. Ik ga nu even werken. In de middagpauze ga ik even gaan trainen en dan ga ik gewoon terugwerken. En ja, dat is het einde voor vandaag. Gewoon een werkdag. Even snel douchen en vertrekken naar het werk. Let's go. Alright, ik moet één keer in de week werken en het is gewoon direct fucking hard beginnen sneeuwen. Vanaf ik buiten kwam en naar de auto, die begon dat fucking hard te sneeuwen. Ik bedoel, gisteren was het nog zon en ja. Maakt niet uit, ik ga nu even werken. Let's go. Alright, boys. Ik heb even een paar uurtjes gewerkt. Ik heb nu, als je weet, middagpauze. Ik ga even snel beentjes trainen. Ik denk dat ik weer niet te veel ga filmen. Ik ga toch even squatten met de skeer rekjes. Hopelijk bleek mijn nek niet. Dan ga ik even leg curls doen en al die shit. Dus hier een snelle timelapse van ik die train. Ik weet niet of ik de enige ben, maar als ik alleen train, heb ik echt moeilijk om motivatie te vinden ofzo. Of toch mijn setjes af te maken om toch zo nog twee keer die herhaling te doen. Ik weet niet, ik vind dat veel moeilijker dan met iemand samen trainen ofzo. Niet per se omdat we elkaar pushen, maar gewoon zo van, ja, ik weet niet. Ik heb altijd zo de neiging als ik alleen train, dat ik zo minder serieus train. En ja, dat wil ik eigenlijk echt niet. Dus ik ga nu nog even drie setjes met dumbbells doen. En dan zitten beentjes erop. Ik bedoel, voor zo lang niet aangepakt hebben, voel ik ze nu wel al pittig hard. Dus even laatste oefening. Ik ben even onderweg terug naar huis. Ik ga even snel nog iets eten en dan ga ik terug gaan werken. Maar ik kreeg opeens eigenlijk een berichtje van mijn ma. En die zei van, yo, je zit fucking 111 euro over je rekening. Ik bedoel, ik heb ooit mijn gsm gekocht met een abonnement. En dit is even een kleine tip met jullie. Doe dat fucking nooit. Ik bedoel, er is altijd wel een reden waarom dat opeens zo goedkoop lijkt. Maar je zit zo lang vast aan een abonnement, waardoor ze eigenlijk gewoon al genoeg winst van u hebben kunnen nemen. En dat is ook logisch. Dus het is eigenlijk een soort van afbetaling, maar dan met interest. Maar het ding is, je kunt niet zeggen van, ik wil niet over mijn internet gaan. Dat gaat niet met het abonnement. Dat heb ik ook geprobeerd. Dat gaat niet. En nu is het gewoon 111 euro over, zonder dat ik dat eigenlijk door had. Dus ja, dat is pittig fucked up. Ik bedoel, het is waarschijnlijk door mijn internet. Ik gebruik dat altijd als ik ga werken. Dus waarschijnlijk zit ik daardoor zoveel over. Wat ik eigenlijk wil zeggen is, doe dat nooit. Spaar gewoon even door voor de gsm als je die per se wilt. En zoek gewoon een voordelig abonnement. Want dat ga ik nu doen. Ik ga nu even kijken hoe lang ik nog aan dat contract vastzit. En dan ga ik gewoon even switchen van abonnement. Want 111 euro gaat er ietsje over voor gsm per maand. Dus ja, voilà. Ik ben even thuis. Ik ga nu even iets eten. En dan ga ik terug werken. Oké, boys, ik ben terug aan het rijden en zoals je ziet. Het is pittig mooi weer trouwens voor de mensen die in Loker wonen of zo, of iets of wat. Bro, die fucking lichten, bro. Holy fuck, dat verspert heel Loker. Hi boys, ik ben net thuis terug van het werken. Dat is mijn vlog. Weer niks gedaan, weer een vlog van 3 minuten. Sorry, het is zo. Ik ga even douchen. En dan ga ik morgen terug. Bro, get your fucking ass out. Man, dat was wat. What are you doing?
Alright, nee mensen, dat was de vlog. Vergeet zeker een blauw duimpje omhoog te doen. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal hier beneden. En nogmaals, sorry dat de vlog weer maar 3 seconden is. Maar dat was mijn dag, ik moest werken. Dan kan ik niet echt veel leuk filmen ofzo. Dus like, abonneer, tot de volgende video. Peace.